Humanisme, wat is dat eigenlijk? En wat is het humanistisch verbond? En waarom bestaat dat eigenlijk? En waarom is dat belangrijk? Daarover gaat deze nieuwe Vrije Lezing. In de middeleeuwen ademde Europa maar één waarheid, religie. Maar aan het einde van de middeleeuwen kwam daarin verandering. Oude teksten uit het klassieke Griekenland en uit de Romeinse tijd werden herontdekt. Teksten over kunst, wetenschap, theater, morele vraagstukken en staatsinrichting. Door die herontdekking van klassieke denkers en schrijvers die niet tot het christendom behoorden, waren er opeens meerdere bronnen van wijsheid. En de gedachte dat wijsheid niet per se uit een heilig boek of een bovenhoofd te komen, maar ook kan komen uit andere mensen, dat gaf een enorme ruimte om zelf na te denken over de dingen. In het woord humanisme zit dan ook het woord human besloten, wat mens betekent. Het humanisme gaf de aanzet tot de renaissance, de opvering van onze beschaving, en gaf een boost aan de wetenschap, aan de kunsten aan de mensenrechten. Hoewel er ook zeker mensen zijn die dit humanistische wereldbeeld verenigen met een vrijzinnige visie op religie, wordt het woord humanisme of humanist tegenwoordig vaker gebruikt voor mensen die helemaal niet meer godsdienstig zijn. Zo werd in 1946 het Humanistisch Verbond opgericht, de organisatie die atheïsten, agnosten en vrijzinnigen wilde verenigen. Deze buitenkerkelijken, zo werd dat toen genoemd, werden in die tijd in Nederland op tal van manieren achtergesteld. Oprichter Jaap van Praag vond dat het humanistisch verbond moest zorgen voor gelijke behandeling voor mensen die niet religieus waren. Religie moest niet worden voorgetrokken op andere niet-religieuze levensbeschouwingen. Maar er was nog een ander doel. Want in de grauwe jaren na de Tweede Wereldoorlog lag ook zwartgalligheid op de loer. De mensheid had zich in die Tweede Wereldoorlog van zijn meest donkere kant getoond. Hoezo iets leren van andere mensen? Jaap van Praag zei daarop. Het humanisme kan niet zo dwaas zijn zich aan te matigen dat het de hoogste menselijkheid wel garanderen kan. Maar het gelooft in de doorbraak van het menselijke als een mogelijkheid ten alle tijde. Ja, deze humanist was zeker niet naïef. Hij had geen geloof in iets bovenaards, maar ook geen naïef vertrouwen dat mensen onderling altijd wel het beste zullen doen. Maar hij formuleerde wel een opdracht om te alle tijden het menselijke op te zoeken. Helaas worden er nog steeds veel mensen vervolgd in de wereld om hun mening of voor wie ze zijn, daar moet nog steeds voor gestreden worden. Ook in Nederland is vrijheid niet vanzelfsprekend. Ja, er staat door toedoen van het humanistisch verbond in de grondwet dat er niet alleen vrijheid van religie is, maar ook gelijkheid voor niet-religieuze levensbeschouwingen. Maar hoewel het in de wet keurig geregeld is, is de praktijk nog steeds weer barstig. Nog steeds is het soms erg lastig om anders te denken binnen je geloof of zelfs van je geloof af te stappen. Humanisten bieden hen een plek elkaar te ontmoeten. Zelf over je leven te mogen beschikken, over wat je mag denken en zeggen, maar ook met wie je wilt trouwen, hoe je wilt sterven en aan wie je wilt nalaten. Het zijn onderwerpen waar humanisten nog steeds mee bezig zijn. Zelf mogen denken, zelf mogen beslissen, dat is heel belangrijk. Maar net zo belangrijk is de vraag hoe je met al die mensen samenleeft. Humanisten richten de afgelopen 70 jaar welzijnsorganisaties op. Zorg voor ouderen, tegen eenzaamheid. In ontwikkelingslanden worden vanuit de humanistische gedachte homo's en lesbiennes beschermd. En er wordt opgekomen voor vrouwenrechten, op plekken waar dat soms nog onbespreekbaar is. Mensen die eens over levensvragen willen spreken. Of ze nou oud of jong zijn, in de gevangenis zitten, in het ziekenhuis liggen of bij de defensie werken. Ze kunnen allemaal terecht bij humanistische raadslieden. Filosoferen in de klas kan ook. Nadenken over keuzes, over hoe je met elkaar omgaat. Ik heb mezelf vaak atheïst genoemd. Niet religieus, niet gelovig. Maar het is een beetje gek eigenlijk. Waarom omschrijven wat je niet bent? Als ik naar mezelf kijk, zijn het toch heel vaak mensen die mij kippenvel bezorgen. Die inspireren door liedjes, verhalen, liefdesbrieven, films, muziek of in vriendschappen. Daarnaast is die levenshouding, die humanisme is gaan heten, al eeuwenlang een prikkelende traditie. Hongerige, nieuwsgierigheid naar kennis en wetenschap, pal staan voor vrijdenken en vrij spreken, leren van filosofie en geschiedenis. Ja, humanist, ja, dat klinkt eigenlijk wel goed. De mens als inspiratiebron. Ja, is ook wel lastig. Mensen doen elkaar vreselijke dingen aan. Maar over de hele wereld, in alle tijden, zijn er altijd mensen opgestaan voor gerechtigheid, of die vanuit barre ellende toch weer het menselijke proberen te herstellen. Dat kan in een verpleegtehuis zijn, maar ook de activist die geen genoegen neemt met onderdrukking of extremisme. Zij maken waar wat Jaap van Praag in 1946 zei: het menselijke als een mogelijkheid ten alle tijden. Maar Moeten dat soort mensen zich dan ook organiseren? Is het niet een beetje gek dat je als vrije mensen dan ook weer allemaal clubjes gaat oprichten? Ja, dat is nodig. Alleen al omdat de mensen die zich tegen dit soort menselijke waarden keren niet de behoort zijn om zich te organiseren. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrijheid vraagt vereniging. Ik wens u een vrijzinnige dag.